Op 31 augustus werd voor het eerst een verenigingenmarkt georganiseerd door Stichting Dwersverband onder leiding van Marian Vissers. 98 verenigingen en stichtingen gaven acte de présence. Onverwacht werd de loonverslaggever door Omroep Niks geïnterviewd. Ja, ik ben van Omroep Niks, ik ben Cameron Diaz Show. Het is niks en het wordt niks, maar ik hoop dat er mensen zijn die het vandaag toch nog tot iets kunnen maken. Wat vindt u tot nu toe van de markt? Nou, ik vind het heel divers en er zijn best wel veel mensen intussen. Ja. Er kwam het langs op gang, maar verder vond het prima. Nou, ja. Hartstikke goed. Ja. En bent u van plan om hier nog 3 rondjes te maken? Of, we beginnen net, dus we beginnen net. Oh, nou, veel plezier in ieder geval. En een prettige dag. Bij deze is het toch iets geworden. Dankjewel. Dankjewel. We laten een selectie zien van de 98 kraampjes. Wat voor informatie geven jullie hier allemaal? Nou, eigenlijk allerlei informatie over wat de LEF-groep binnen de gemeente Nuenen gaat doen. En dat is van vrijwilligerswerk tot maatschappelijk werk, jongerenwerk, ja, noem het maar op. Jullie zijn van jongerenkoor Jocanto. Dat klopt. Jullie zijn op zoek nog naar nieuwe leden? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Leden tussen de 14 en de 35 jaar zijn altijd welkom. En iedereen kan zingen en anders dan leren wij dat wel. Wij zijn van het IVN, IVN Nuenen. Wij zijn dit jaar 40 jaar jubileum hebben we. En we zijn zeer actief met allerhande werkgroepen. Iedereen die kan ons vinden op de site ivn.nl/Nuenen. Waar staat de Lions voor in Nuenen? Nou, Lions Club Nuenen is echt een vereniging die wij ondersteunen juist de andere verenigingen. Goede doelen. We zamelen geld in door met diverse acties. En daarnaast doen wij ook met name handen uit de mouwen. Dus wij gaan kijken als mensen of verenigingen vrijwilligers nodig hebben. Die wij kunnen ondersteunen, doen wij heel graag. Heel snel groeiende pensioenbond. Vertel eens hoe dat komt. Nou, ik vind het niet een pensioenfonds, maar een pensioenvereniging of een vereniging voor mensen die wat ouder zijn en inderdaad op zo'n manier willen zorgen dat ze de tijd nuttig en aangenaam met en voor elkaar kunnen doorbrengen. En het feit dat wij de laatste jaren behoorlijk actief zijn met nieuwe clubs, nieuwe verenigingen, zorgt automatisch dat we meer leden werven en gelukkig spreekt het aan. Wat voor vereniging is de REVAC? De REVAC is een zwemvereniging voor verstandelijk gehandicapten, voor lichamelijk gehandicapten en voor mensen die op doktersadvies bij ons moeten gaan zwemmen, omdat wij lekker verwarmd water hebben. Vincentre is al heel bekend en Nuenen, waarom toch op de verenigingenmarkt? Ja, omdat wij nog altijd op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers natuurlijk. Met name gidsen zoeken wij, jongere gidsen. Die misschien interesse hebben om met groepen hier rond te lopen, daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Als boerderij Weverkenshof, jullie zoeken vrijwilligers nog. Waarvoor hebben jullie die nog nodig? Wij hebben nou heel dringend vrijwilligers nodig om de educatiegroep verder uit te breiden en meer vorm te geven. Mannen zeggen vaak dat ze niet kunnen zingen. Is dat zo en kunnen ze daarom geen lid worden van een koor? Nou, dat horen wij heel vaak, dat mannen zeggen dat ze niet kunnen zingen. Dat klopt eigenlijk niet echt. Er is wetenschappelijk onderzoek verricht. En daar is uit gebleken dat 90% van de mannen eigenlijk best kan zingen, mits ze een zangopleiding volgen. Wij bieden een zangles, zeg maar, om de stem te vormen. Dus ik zou zeggen, mensen die hier naar kijken, word lid. Dus je krijgt van ons een gratis opleiding. En het is een prachtige hobby om te doen. Is harp een moeilijk instrument om te bespelen? Nou, harp is best een moeilijk instrument. Maar omdat je er niet vals op kunt spelen als je hem goed stemt, kun je eigenlijk al in het eerste jaar mooie kerstliedjes spelen. En in ons orkest heeft iedereen een rol. Ook al speel je nog maar een paar noten, dan kun je toch meedoen. De kans staat voor culturele activiteiten in Nuenen. Wat voor soort activiteiten bieden jullie aan? Nou, dat is van alles. Het is heel breed. Wij noemen ons ook kunststichting. Het gaat met name om het creëren van dingen. Beeldende kunst is een heel breed iets bij ons. Dus we denken aan beeldhouwen, schilderen, tekenen, keramiek. Gaat heel breed, maar ook dans en theater, fotografie. Het zijn allemaal onderdelen waarin wij graag lesgeven. De Shanty-zangers, dwarsgetuigd, zongen een speciaal gecomponeerd lied over Nuenen. Dommel, Maas en Waterweg, ligt Nuenen al aan zee. Met Zuid-Zuidwest, vaart dwarsgetuigd, van
De zee is aan.